mooi, hè? Hou eens op te trekken. Super. Dat ik net met de meisjes weer richting huis ging, kwam ik dit moois tegen. Ja. Een hele goedemiddag, lieve vrienden. Welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag zaterdag, ja, de 18e van de 5e 2024. En dan springen wat kaarten open, want ik doe net mijn computer aan, dus ja. Maar in ieder geval, het is warmpies, het is daar ook 22, het is daar 23, het is op mijn telefoon ook 22. Maar boven werd er nog eerst gezegd 24, toen weer 23, dus ik weet het allemaal niet. Ja, 22 en het voelt ook als 22. Nou, ik neem mijn vest mee vanwege die rothoek waar ik ook langs moet. En voor de rest kan ik zo lopen. Ja, helemaal geweldig. Ja, wat gaan we nou doen? Oh, daar zit die 23. Ik weet niet. Wat is het nou? Gaan we even opnieuw opstarten dan weer. Ah, en dan doe ik dat ook niet. Ja? Kijk, ik deed eerst zo dat ik die had. Dat was tevens ook mijn klok. En dan gaf ik weer een tik erop. En dan krijg ik... Oh, nou gaat hij wel naar 22. Oké, nou dan weten we genoeg. Ja, het is op en neer. Legt me net hoe die wind hier in Den Helder gaat. Ja, je weet het nooit hier. Maar in ieder geval, we gaan gewoon lekker even met de hondjes lopen. En ik had eigenlijk zin om even door de stad of wat dan ook heen te rijden. En jullie mee te nemen. Maar dan gaat er deze in de houder. Ja, even een ontoertje maken. Gewoon niet zo ver, dat hoeft ook weer niet. Want ik heb ook nog meer dan genoeg te doen. Ja. Onder andere, ik moet eigenlijk proberen om meerdere vlogs in elkaar te zetten. Waarom? Vraag je dan af. Het gaat nou toch ook goed? Ja. Maar, ik ben bang... dat ik het niet red in de avonduren om vlogs in elkaar te zetten met de avondvierdaagse, want daar doe ik weer aan mee. En dat begint de 27e tot en met de 30e. Dus ja, dan weet ik het niet. Dus ik moet eigenlijk proberen om vooruit te werken, als dat lukken wil. Maar ja, het komt allemaal wel goed. Ik probeer het gewoon, lukt het niet. Nou ja, dan hebben jullie ook een keertje pech. Want dan neem ik gewoon een week, twee weken vakantie. Ja, mag ik ook vakantie hebben? Dacht ik wel, hè. Ja. Qua plaatsen dan, hè. Klaarmaken. Kijk, vloggen doe ik wel. Maar het in elkaar zetten en het op YouTube zetten. Dat weet ik. Dat me allemaal lukken gaat. Maar dat merken we dan wel weer. En ja. We houden gewoon vol goede moed. En als iedereen dat nou doet, dan doen we het allemaal goed. Ja, toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van het prachtige mooie weer. En morgen is de eerste Pinksterdag. Maandag tweede Pinksterdag. En dat vind ik zelf. Als ik in Friesland had gewoond en ik had een maatje die een auto had gehad, dan had ik wel voor gezorgd dat ik maandag de hele dag de deur uit was. Ja. Wel de meisjes uitgelaten te hebben. Ja, maar dan was ik verder de hele dag de deur uit geweest. Dan hadden we de Friese Elfstedentocht gereden. Ja, dat kun je ook rijden, want ook motoren die doen er aan mee. Hele motorenclubs, nou dat is gewoon geweldig. Ja. Maar oké, ik heb er ook een medaille van, want ik heb het een keer meegereden met mijn pleegbroer. Dus helemaal een toppie was dat. Geweldig. Maar oké, lieve vrienden, ja, je moet daar dan wel voor heel vroeg bij wezen als je dat al eens een keer mee wilt maken. Moet je er bij tijd erbij wezen om
mee te mogen doen en te betalen, want je moet je medaille natuurlijk betalen, net zo min ook als de avondvierdaagse, moet ook betaald worden. En het is een heel evenement, dus ja, alle dorpen die heel veel publiek in, er is heel veel organisatie voor nodig om dat te organiseren. Dus ja, dan mag je bij wijze van spreken in februari al boeken om mee te kunnen doen voor tweede Pinksterdag. Terwijl je bij wijze van spreken voor die tijd al bij wijze van spreken al begraven kan wezen of wat dan ook. Je weet het nooit, maar ja, dat geld dat krijgt de familie dan wel weer terug. Maar het is wel zo, je moet er op tijd bij wezen, anders kan je niet meer. Ja? En je moet ook vroeg in Leeuwarden wezen, want daar begint het. Meestal begon het vroeg bij het VEC, waar je ook schaatsen kan. Ja, maar in ieder geval, ja. Het is gewoon een hele, hele happening en het is prachtig mooi om dat mee te maken. Ja, je wordt één familie als het ware. Je kent elkaar niet en toch op zo'n dag, het is gigantisch mooi. Vind ik hoor, maar ja, wie ben ik? Het is de moeite waard om het ooit eens een keer mee te maken, ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ga nou lekker met meisjes lopen, zie ik wat leuks, jonge eentjes of wat dan ook, dan pak ik die camera er wel bij. Ik zou zeggen, voor nu geniet ze en geniet een beetje mee. Tot later. Nou, kijk nou eens wat ik nou u zie aan de overkant van de gracht. Een oude brandweerwagen. Ja, echt. Ik moet even de honden binnenhalen, want er komt een busje aan. Maar dat is mooi, zo'n oudje. Echt een oude auto. Schitterend. Ik zal nog even verder inzoomen. Even mijn meiden een beetje bij me houden. Mooi hè? Hou eens op te trekken. Super. Nou, en mama meerkoetje. Die ligt daar nog. Steeds op de nestje. En papa was er net ook, maar die is weer het water in gegaan. Daar ging die, weet ik voor waar. Ja, daar. Dus ja, die jaagt de een en ander weg. Geweldig, maar oké. Wij gaan ook weer verder. Ja, dat ik net met de meisjes weer richting huis ging. Kwam ik dit moois tegen? Ja. Ja, daar ben ik ook gek op, hè. Enkel, ja, ik heb wel liever de Harleys. En ik zie 1, 2, 3 geen Harley ertussen. Misschien ook wel, maar dan is het een moderne. En ik ga voor die oudjes. Maar dan nog, ik vind het giga mooi. Ja, ik vind het zo super gaaf. Ja, ik zou mijn mobiel in de oude gedaan hebben en dat heb ik vergeten. Dus dan maar eventjes zo, hè. Ja. Dat waren de motoren. Dan gaan we even over op bootjes. Ja. De moeite waard om toch eventjes naar Den Helder te komen om alles te aanschouwen. Ja. Kijk ook in mijn spiegel, kunnen jullie de achterkant dan weer zien. Dat is ook altijd leuk. Wat ik achter me laat. Nou. Dit is een tweemaster, geloof ik. Ja. Een tweemaster. Nou, daar ligt zoiets als de Dombo, maar of het de Dombo is, dat weet ik niet. Want er zijn er meerdere. De Dombo, daar wordt onder andere ook rondvaart meegemaakt over het Marsdiep, etc. Uitstrooien van je dierbaren.
En dit is de Noordzee. Rondvaart met de stoomsleepboot de Noordzee. Maar we hebben er ook zo eentje, die heet dan de Dombo. Ja. Een restaurant, enkel ik vind er geen reet aan. Koude kakrestaurant, zeg ik maar. Dit is het Reddingsmuseum, hier ook. En daar hoort dat allemaal bij. Maar ja, die wordt ook nog gebruikt. Ja. Daarbinnen natuurlijk niet, hè? Nee. Johan de Wit, Abraham. Fok of zoiets. En daar ligt het lichtschip. Die is ooit van een hele lieve vriendin van mij geweest. Lydia genaamd. Maar ja, die leeft helaas niet meer. Die heeft haar leven ingeruild voor iets moois. Ja. En ze had genoeg gedaan. Zeg maar. En dan, dan moet ik een stukje omhoog. En hoe het aan de andere kant is, dat weet ik niet meer. Ja, dan zal wel naar beneden gaan, maar hoe ver naar beneden? Dit is maar een klein stukje. Kijk dan wat we zien. Met jonkies. Dat hebben wij weer. Even meer naar links. Hoe geweldig, hè? Dat is mama. Die, ja, ik zie helemaal niks door mijn scherm. Zo mooi. Maar er staat aan de andere kant een meneer te wachten. Dus ja. Dus ik moet weer verder. Helaas, pindakaas. Zie je wat moois? Ja. Dan moet je toch weer door. Spinnenwebjes. Wat mooi, hè? Oh, zo lief! Daar hebben we weer nog een grote. Dat zou papa wel wezen. Mijn excuus voor het wachten, maar hartstikke bedankt. Ja, ik ben een vlogster, dus ja, je moet wat over hebben voor je volgers, hè. Het is mooi weer, maar ik zag die ganzen met die jonkies, nou zo lief. Ja, ja, er zijn er zoveel. Ja, ja, daar wachten de volgers op, hè. Ja, Roelinda, Marianne. Ja. Niet Roelinda. Roelida, Marianne. Ja. Maar ik wil dat bruggetje nog even overheen en die loopt wel steiler. Ja. Dus ik doe jullie heel eventjes uit en aan de overkant dan pak ik jullie er wel weer bij. Nou, en toen waren we weer aan de overkant. Ja, moet ik mijn touwtje nog even vast zien te houden. Anders waai die straks voor de links. Dat moet ik maar niet, hè? Nee. Hoppata. Atlas Initiatief. Ja.
Nou ja, hier heb ik met mijn pleegbroer samengewerkt, het Schipperscafé. Als vrijwilligers hebben we achter de bar gestaan en schoonmaken en alles. En ook hebben we op boven gezeten. Dus ja, helemaal geweldig, helemaal top. Ja, het was altijd gezellig. Hoi, hallo. Hallo. Dus ja, dat dus. Het Schipperscafé Engeltja. Het was gezellig. Vooral op de woensdagavonden. En dat mis ik. Maar ja, of het nou nog gebeurt, dat weet ik niet. Er was, kwam het stokerskoren bijeen om te oefenen. Ja, en dat was altijd leuk en gezellig. Dankbaarheid Den Helder. Nou, en daar liggen de grotere zeeschepen van de marine, et cetera. Allemaal loodsen die door de week open zijn, want hier wordt geklust. Met ijzer, metaal, weet ik veel wat. Ja, voor de schepen allemaal die hier liggen worden dan, nou ja, beetje bij beetje opgeknapt. En dus, ja, dat dus. En ook hebben we een winkeltje ergens, op het einde. Ik vind dit ook zo komisch. Ja. Dit is een winkeltje. Hier achter. De deuren. Maar ja, dat zien jullie ook wel. Nou ja, dat moet gemeentehuis zijn. Nou, ik vind het zo afschuwelijk. Nou ja, dan wil je nog niet eens dood begraven liggen worden, bij wijze van. Nou ja, dan is dat een kunstvoorwerp. Ik zal er even bij die auto's weggaan. Dat moet ook bij het gemeentehuis behoren voor feestlocaties en eten en weet ik veel wat. Maar ik vind het zonde, weet je. Ook helemaal dat uitgaansleven, dat ze dat hier naartoe hebben gehaald. Ik vind dat bizar. Dat moet je niet doen bij dit antieke gebeuren. Want de binnenkant wordt helemaal gesloopt. Nou, dat is dus een monument. Nou, wat moet het voorstellen? Ik zou het niet weten. Ik vind het afschuwelijk. Nou, dan heb je daar al het uitgaansleven. Maar dat is van binnen helemaal gemoderniseerd naar de smaak van, ja, weet ik veel. Ik vind het niet kunnen, nee. Laat het in de waarde zoals het was. Ja, en doe de toegang open. Er zit er een antiek barretje in. Met een paar krukjes en ja, geen alcohol, maar gewoon voor frisdrank. En stel het open voor het publiek om te laten bezichtigen. En doe er een mannetje of een vrouwtje erbij die er verstand van heeft van vroeger van de geschiedenis. Ja, dan leren de kinderen ook nog wat van. En dan kunnen ze een sapje kopen. En misschien iets lekkers, ja, een snoepje of zo, weet ik veel wat. Maar gaat geen eettent van maken, geen restaurant, maar dat zit er allemaal wel in. Ja, ook dat restaurant waar ik met mijn man altijd uit ging eten, zit er nou ook in. Ik vind dat eeuwig zonde. Een ouderwetse koepel van de vuurtoren ooit. En het podium, die staat hier altijd. Ja, de Bonaire, dat was vroeger in de stad.
Nou, en in dit gebouw er zit dus onder andere 4711. Dat is ook een kroeg. Ik noem het de kroeg. Dansgeval weet ik veel. En daar zit ook een deur om naar boven toe te gaan. Dat is een restaurant waar die man in zat. Waar die man in zit die vroeger vlak bij ons zat. Ik probeer, ja, zie je, je kan amper hier nog komen met al die auto's. Ja, dat gaat nou ook niet worden. Maar ik wil met de meiden eigenlijk weer eens hier naartoe. Maar het is hier altijd druk tegenwoordig met die auto's. Het is laag water, zie ik. Misschien de meisjes hier maar zien nog als even het water in. Dan gaat Rijker er ook nog even in. Ja, dat zien we wel. Andere maand even kijken. Want ze zijn hier ook nog druk bezig ook. Met een soortje containers, et cetera. Ja, dan 4711 en Bonaire. Dat is allemaal Bonaire. Ja, s'avonds is het een club, tenminste een club, daar kun je dansen. En overdag is het gewoon een cafeetje. Dan is er één gedeelte open. Nou, en de pimp. Het horecaplein, ja, ja. Nou ja, de steeg, laten we maar zeggen. De Werf, ja. Een frietboutique, maar ik vind waar ik naartoe ga veel malen beter. Dus die heeft ook nog eens een keer eigen gebakken patat. En ja, hij weet gewoon zijn patat goed, beter te maken dan deze. Want hij had nou vers vet erin, maar hij heeft ook wel eens oud vet erin. Maar ik ga weer even afsluiten, lieve vrienden. Ja, want ik moet even het centrum in. Nou, het centrum weet jullie zo langzamerhand wel. En ik vond dit wel weer eventjes leuk. Met wat geraniums erbij. Ja, dus. Maar we gaan even het centrum in. Want ik moet ook nog naar de FOMA. En dat weten jullie. Dan mag ik niet filmen. Nee. Dat vind ik erg hoor. Er komt nog een auto aan. Ik moet even naar de kant. Nou, dan gaan we hier weer staan. Bij de geraniums. Dat is mooi. Mooi geraniums, ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, jullie merken het alweer. Ja, tot later. Nou, de boodschappen heb ik gedaan. Wat ik doen wou en doen moest. De vest legt er even bovenop. Die daar maar even. Oh, nu moet die niet op de grond vallen. Zo, en mijn camera is bijna leeg. Ik heb niet veel gehaald. Het is ten eerste Pinksteren. Dus morgen eentje en maandag eentje. En deze waren maar heel goedkoop. Eén nog wat. Nou, dan hele vier stuks. Nou, lekker. Patatje en een wijntje. Meer heb ik niet gehad. Een sleutel van de moester. En dat is Elwing. En de rest is buiten. Waar de vogeltjes fluiten. Ja. Ik weet niet waar de rest is, waar het is. Daar is Rijka. En ik zie ook Kandalfie. Daar.
Ja, en die heb me vanochtend overlopen te geven, dat wil ik jullie niet weten. Nee, dat heb ik nog niet eens niet gezegd. Maar daar komen we straks hopelijk op terug. Want wat ik zei, mijn camera is bijna leeg, nog maar één streep, ik weet niet hoe lang dit volhoudt. Maar jullie weten dat ik laat naar bed ging omdat Karin ook had gebeld en boven heb ik het terug moeten bellen. Maar in ieder geval dat ik boven kwam, kon ik eerst aan de schoonmaak. En dweilen. Ja, eerst mijn klozetpapier, toen dweilen. En dat is de hele nacht dus door blijven gaan, hè? Ja. En nou niet Rijka, nee, want die red ik het meestal om naar buiten te krijgen. Maar het was Kandel. Ja, dan heet je dat, hè? Ja, ook een dier kan ziek zijn, maar het kan ook aan het weer leggen. Het hoeft niet altijd een eeuwig ziek te zijn. Nee, het weer, of je moet een zwakke maag hebben en iets verkeerds gegeten hebben. Hij eet buiten in de tuin ook gras, et cetera. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, voordat hij zegt piep, 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 bekijk het maar. Ik zou zeggen, geniet van alles. En geniet van je namiddag. Waarom is mijn kerstverlichting aan? Nou ja, Google heeft de kerstverlichting aangedaan zonder dat ik thuis was, zonder opdracht. Ken je dat? Ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet gewoon en tot straks. Doei doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer de hoogste tijd om naar bedje toe te gaan. Ik heb de meisjes al lekker uitgelaten, dus dat hoef ik al niet meer te doen. Dus ik heb alles klaar, ik heb een vlog klaar, ik heb Facebook klaar. Dus ja, noem maar op. Lekker bezig geweest, ik had een tweede vlog, ben ik niet aan toegekomen. Maar dat heet het ook niet. Ik ben gewoon nou ook goed lekker bezig geweest en ik heb het klaar wat klaar moest. Dus ja, toppie toch. En dan gaan we een beetje toe. Ik heb het er officieel uit. Lichten moeten nog uit, maar dat doe ik via Google. Boven moet het licht ook nog aan. Gaat ook via Google, dus simpel zat. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles en geniet een beetje mee. Maar we wensen nu wel een welterusten. En daar moeten jullie ook van genieten, voor lekker te gaan slapen. En ja, jullie weten het. God die houdt over ons allen de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!